Verwachten vandaag veel mensen? Ik verwacht vandaag, want het wordt mooi weer, dat er heel veel komen kijken. Oh. We hebben al heel veel reacties gehad. Wanneer is dat? Wanneer begint dat? Huub heeft die handschoen opgenomen en vandaag kunnen we het boek presenteren. En ik heb wethouder Van der Boogaarten uitgenodigd om het eerste exemplaar aan Huub uit te reiken. Een molen, monumenten. Het zijn toch altijd de iconen van een plaats, identiteit van de mensen. De gemeenschap van Skeldonk die hier zeg maar, dit heeft gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar. Een droom die steeds meer werkelijkheid wordt. Binnenkort worden er wieken geplaatst. Het is mooi te zien hoe de identiteit van de Keldonkenaren hier bij elkaar komt, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Maar heel mooi om de beelden bij elkaar te zien. En ik denk dat alle liefhebbers van molens, maar ook van monumenten en erfgoed, ja, dat ieders hart dat toch wat sneller gaat kloppen. Als je het allemaal bij elkaar ziet, ook je boek van Huub van Dijs. Met het boek, het is geen wetenschappelijk boek. Hè. Het hangt niet van onderzoek aan specialiteiten aan elkaar. Het heet niet voor niks op verhalen met de Keldonksmolen. Verhalen die ik van Ronnie hoorde, van Betty, van Chef, van Adriaans. Dus, van de mensen hier in Keldonk, hè, dus die de molen echt daadwerkelijk gekend hebben. Dus ja. zo heb ik het geschreven. Heel hartelijk bedankt voor het schrijven van het boekje. Mag ik jou hartstikke bedanken. Hè, ja, voor het welkom dat ik bij jou heb gehad, altijd steeds aan op de spontaniteit. Met de spullen die ik van jullie heb gekregen. En dat komt hier duidelijk in terug. Dankjewel. Fantastisch. Ja. Dat komt voor jou. Ja. Een mooie kusje kijken. Ja, hartstikke. Wil ik ook graag nog een klein ding zeggen. Het betekent heel veel dat Keldonk dit heeft gedaan. Daarom vind ik het ook leuk om hier te zijn. De molen is opgebouwd door jullie, de molen die ik ken vanuit mijn jeugd. Verloren gegaan, maar dankzij jullie nieuw leven ingeblazen. En nu, prachtig mooi, in vol ornaat, hij is er weer. De hoop. Moet ik nog meer zeggen? Nee, de hoop is terug. Dank jullie wel. Hey.